Hoe goed kennen wij onszelf? Ken u zelf is een bekende uitspraak van Socrates. Hij zei dat ware zelfkennis de basis is van alle kennis. Ik vind gelijkheid heel belangrijk en ik denk ook dat ik alle mensen gelijk behandelde. In ieder geval, dat dacht ik totdat ik een test deed op onderhuids. Ik kwam erachter dat ik niet iedereen gelijk behandelde. Ik had een sterke voorkeur voor mensen met een lichte huidskleur. Ik was niet alleen verdrietig en geschokt, maar ik was bovenal boos. Niet alleen boos op mezelf, maar boos op mijn omgeving. Want hoe kan het dat ik, iemand die 100% gelooft in gelijkheid, niet iedereen hetzelfde behandel? Ik ben opgegroeid met het idee van gelijkheid. Mijn moeder is een feminist en gelijkheid was iets vanzelfsprekends bij ons thuis. Maar tegelijkertijd ben ik opgegroeid in een klein dorp. Een klein dorp met alleen maar witte mensen. Ik zit op een alleen maar witte school en daarbij zitten er ook alleen maar witte mensen in mijn familie. Daar nog eens bij ben ik opgegroeid met Sinterklaas. Die werd geholpen door zijn knecht Zwarte Piet. In de media zie ik vaak het stereotype zwarte man of vrouw. En om mij heen worden er vaak grappen gemaakt over donkere mensen. Op het gebied van gelijkheid heb ik wel over deze mensen gepraat, maar ik heb nooit met ze gepraat. Maar in plaats van me te gaan schamen over iets waarvan ik me helemaal niet bewust was, kan ik iets anders doen. Ik kan namelijk een grens doorbreken waarvan ik eerst niet wist dat deze bestond. Dit geldt niet alleen voor racisme. Wat nou als een homohater eens gaat praten met een homoseksuele man? En hoe mooi zou het zijn als mannen die bang zijn voor vrouwen in het hogere bedrijfsleven eens gaan luisteren naar hun ideeën? En als ik nou eens in plaats van hier te gaan staan, ga praten en ga luisteren naar hoe het is om ongelijk behandeld te worden? Laten we de hoeken doorbreken en laten we met z'n allen kijken naar het individu.